Hallo en welkom mensen, maar weer een nieuw commentaar van Nico, oftewel Mr. Fantastic vandaag. Pack opening samen met Dwight, Dwight is er ook bij, hartstikke leuk. Het is trouwens alweer overboden, een van die spelers, Roberto Firmino. Maar goed, we gaan gewoon een pakje openen. Ik kon niet wachten tot woensdag eigenlijk, duurde me te lang, dus ik ga het gewoon nu doen. Boom, eerste pakje, daaruit komt Txera. Nou ja, kut spelen. Niet zo aan. Nee, van een of andere Braziliaanse club. Hij is ook Braziliaan. Dus nou ja, eerst alles naar club. Zoek ik het daarna wel weer uit. Je kan gewoon weg. Of ik pak gewoon de contracten eruit en de rest discard ik de volgende keer. Dat kan ook. Oké, volgende pakje. Tof rak. Nooit van gehoord. Die eruit. Ja, die verkopen wel goed. Transferlijst. Kut, dat doe ik niet naar club. Die ook transferlijst. En de rest gewoon discard. Kut, jong. Oké, let's go. Volgend pakje. Oh, Martins. Ja, die heb ik al. Maar hij verkoopt wel goed. Volgens mij voor iets van 2000 of zo. Oké, next. Nog 110k over. Gaat snel, man. Ik heb er nog niks uit. Olic is de beste speler. Ik heb ook weer niks aan. Wat kutpacks, man. Nou, volgende pakje. Jezus, echt gewoon helemaal niks. Ik bedoel op Otamendi aanbieden. Die is echt tegen mij naar waard ook. Oké. Oh, Kedira! Is die veel waard? Volgens mij niet. Ik kan gewoon op item aanbieden en prijs vergelijken. Ha, gaat weg voor 4k. Nou ja, beter dan niks. Ik hoef hem in ieder geval niet. Ik heb nog 100k over. Ik vind het zonde om alles uit te geven, man. Vooral als ik gewoon van die cutbacks heb. Hier, De Jong. Kom op, man. Emblem van PSV, Santiago Bernabeu. Die kan nog afkopen. Volgens mij is die wel wat waard. Oké, next. Here we go. Isla van 76. En dat is mijn beste speler. Nou, volgende pack. Kom op, kom op. Draxler. Jezus. En een zilveren speler. Dat moet ook verboden zijn. Draxler veel waard? Dat is maar nog niks, hè? Wel, jongen. Bijna 2k, joh. Yeah.
Philadelphia, maar hij is niet zelfs aangehouden. Nee, dat niet. Oh, oké, next. Kom op. Kom op. Podolski. Volgens mij is die ook geen ruk waard. Jezus, 1,5k man. Was de beste speler van FIFA 13 zo'n beetje. Podolski. Oké, volgende pakje. Dropny, kom op! 76 als beste speler! Geloof het toch zelf niet? Je moet een pakje komen met de speler van Atletico Madrid. Die is van de baas. Volgens mij heb ik allerlei die teams die ik verder ga. Speler van Atletico Madrid? Nou ja, speler van Atletico Madrid. Ja, heb ik hem. Nou ja, komt daar even een baas uit? Of niet? Nou, vast niet. Korea. 86 snelheid. 75 totaal. Zou die veel waard zijn? Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, niks waard. Nou, nog 68.000 over. Kom op, Martinez, 82 spits. Wat? 1,5k waard, kom op man. Ik dacht, nou heb ik eindelijk een goeie. Nou, Alaba, kom op. Rui Patricio. En Arnautovic. Jongen. Nou, gewoon discarden. Nog 48k over. Weer Icardi. Die had ik net ook al. Echt kut spelen. Icardi in vorm is trouwens wel goed. Nou. Ja. Nou, let's go. Volgende pakje. Gerard. Die moet veel waard zijn. Dat moet. Hoppa, daar hebben we hem. 9k. Nou, is beter dan niks. Maar als dat het enige is wat ik hieruit krijg, dan... Is dat niet al te best? Oké, weer die speler van Atletico. Geen idee wat het is. Let's go, Campbell. Wow. 75 rechts midden met 88 snelheid. Nee, 1000. Hij is 1000 waard. Ik heb hier het Wembley Stadium. Nou, die is 1000 waard. Nice. Ja, dan had iedereen hem, joh. Hier, Eto'o. Nice. Die moet wat waard zijn. Nee. Nou, 3k. Je staat tegen slow nu, hè? Ja. Wat heb je over? Wow, hier een
Zeldzame zilveren speler met 91 snelheid. Pereira. Ah, oh, die is helemaal niks waard. Oh. Nou, ik heb nog 28k over. Tot nu toe alleen Gerard in een pakje. Dat is een goede speler. Nou, Savic. Nog zo'n onbekende speler waar je niks aan hebt. Wel veel van die teamgeesttijden, die zijn wel chill trouwens. Ja, echt hè. Nou, kan hij nou nog twee pakjes openen? Hier, Barnetta, kom op jongens. Een 66 doelman, die zilver is in dit pakje. Jongen. Oké, in het laatste pakje. Totaal helemaal niks. Lamella, nice. Maar volgens mij is die ook niks meer waard. Helemaal niks. Jongen. Nou, laatste pakje. Jongen. Kom op. Boom! Matic. Volgens mij is die ook allemaal niks waard. 10k. Hoppakee. 10k in de pocket. Nice. En dan ook nog Kondogbia. Nooit van gehoord. Hé, hey, en een conditietrainer, Graaf. Die had ik nog niet. Nice. Ah, dat is wel een aardig pakje. Nou ja, dit was het alweer. Dit waren al mijn spelers.